Mijn grootste verwijt van mezelf maak, mijn droom in customer value, is willens en wetens, maar onbewust overgegaan in shareholder value. Nou, jij bent nu vandaag zijn wij 3 miljard waard. Het bedrijf kunt voor 300 miljoen kopen. Ja, Tom, moet eens luisteren. Achter de Javo gaan zitten. Hek het voor 30 voor 10 miljoen zelf gebouwd. Jan, die begrijpt het niet. En die bank zegt, nee, is de baan, je doet een sender. Gefeliciteerd, dat is 3,6 miljard waard. Heb je voor niks gekocht. Ja. En nu komt de angel. Het is me overkomen, ik ben alleen begonnen. Door onrust ook naar boven gevallen. Visie zeg ik eigenlijk, ja, een beetje raar woord, maar ik zou kunnen zeggen, het is bullshit. Het is eigenlijk veel meer leren van je fouten en je daardoor ontwikkelen. Dus vrij snel in de jaren, begin jaren 80, ging naar Silicon Valley. En daar zag ik eigenlijk de enorme technologische mogelijkheden van vernieuwingen. Eigenlijk hebben we toch verrassend ons dat we een product hebben wat de wereld kan veroveren, maar daar zijn we te klein voor. Willen wij de wereld veroveren, dan hebben we hulp nodig, dan moeten we eigenlijk iemand laten participeren. Maar het is het begin van het eind. Dus dat betekent je accepteren exit. Dat is één. Ja. De tweede kreeg ik 33 miljoen, waar we een enorm stuk expansie mee konden doen in Amerika. Gelukkig konden we de helft privé nemen, want reken op daarvoor, ik laat mijn broer gaan, die is zelf begonnen. Die dag daarvoor zat het achterlichtje van mijn fiets onder hypothecair verband. Al mijn vermogen heb ik altijd in het bedrijf gestopt. Anders zou ik nooit kunnen expanderen. Dus die dag dat die 33 miljoen kwam, hadden we een stukje privé. Dus we waren privé en ik een miljonair. Had ik ook hard nodig. Want zo'n 15 miljoen in het bedrijf gestopt en in één jaar gigantische expansie. En toen kwam het moeilijk. En gelukkig hadden we een beetje privé geld. Anders waren we gesqueezed door die venture capitalists. Ja. En toen konden we in die tweede fase konden we zelf het initiatief nemen om geld weer in, om weer een stuk van dat privé geld weer in te zetten. Sommigen zeggen, je moet je eigenlijk niet zoveel van de klant aantrekken. Nou, om het te doen heb je een market maker nodig. En we hebben de grootste deal ooit gewonnen. Van de vorige eeuw was Boeing. De Boeing deal. Ja. Van SAP gewonnen. Van SAP gewonnen en van Oracle. Wel cool. Nou, dat was een deal met 40.000 users die al hun manufacturing processen met één ERP-systeem, dat noemen ze One Single, pakten. Ja. En we liepen ver vooruit in technologie. Die deal gewonnen. 20 miljoen gebeurt in één dag. Maar die deal heeft ons geen 20 miljoen gebracht. Die heeft ons een paar miljard market cap gebracht. Dat propelde ons. En toen een jaar later naar de beurs. En toen zijn we eigenlijk voor het eerst, ja, nu hebben we het erover, maar voor het eerst een unicorn geworden. Dus meer dan miljard, de dag dat we naar de beurs gingen, met meerderheidsbelang, waren we miljard waard, maar waren toch nog de meerderheidsaandeelhouder. Als we kijken naar al de start-ups en zo, is natuurlijk iedereen droomt van unicorns en droomt van, we gaan heel veel geld verdienen. Ja. Nou, het is maar een enkeling die het lukt. Ja. Dus iedereen droomt van een investeerder. Pas op dat je niet te snel een angel investor krijgt en je hele bedrijf weggooit. Dus, want uiteindelijk zie je dat heel veel bedrijven wel een beetje groei hebben, maar uiteindelijk nog 5% market cap over hebben. Dus toen wij unicorn waren, hadden we toch nog meer dan aandeel kapitaal. Is dat belangrijk om dat te houden, als je nog wil doorgaan? Als je wil doorgroeien, vind ik dat je anders een beetje visie kwijt. Hoe kies je je juiste partner uit? Nou, eigenlijk moet je ze niet kiezen. Het is noodgedwongen. De beste keuze is natuurlijk je klant. Oftewel groei op de omzet. Tuurlijk, dat is natuurlijk het meest goedkope. Ja. Kijk, dat is, vooral als je kijkt dat je dus van weinig iets doet, dat je op een gegeven moment ben je 5 keer omzet waard. Ja. Dus iedere euro omzet is 5 keer een stukje market cap. Ja. En is ook je ervaring van je klant. Dus probeer het niet te vroeg met je visie. Mensen denken een visie en dan financieren. Ik heb nooit gedacht ooit aan een financiering toen ik voor mezelf begon. Nee. Ik heb er allemaal geld zelf in gestopt. Ja. Ik heb een beetje geluk gehad. Een paar keer een huis verkocht. Ik had wat middelen. Dus ik kon er ook wat geld in stoppen. En ik geloof erin. Een ondernemer waagt er alles aan. Behalve zijn familie, zeg ik wel eens. Als het kan, moet je zo laat mogelijk je verkoop doen. Ja. En als je shared, of je moet zorgen dat iemand meer meebrengt dan geld. En wat Jan Dentic meebracht, was reputatie. Ja. En was in één keer onze expansie wereldwijd. Zeker in Amerika, maar wereldwijd expansie. Ik vind dat fout gegaan in mijn baan, voor mezelf eigenlijk een beetje. Mijn grootste verwijt wat ik mezelf maak, is mijn droom in customer value. Is willens en wetens, maar onbewust overgegaan in shareholder value. Naar het IPO. Ik vertrouwde mijn shareholders, maar het zijn share movers. Sommigen hou maar een dag en verkopen 2 keer op een dag. Ja. Dus zij manipuleren ook heel veel dingen met de volatility van je hele gebeuren. Het loopt niet in sync met hoe het met je bedrijf gaat. Totaal niet. Nee. Maar daar ben je te naïef in hetzelfde stuk. Ben niet meer de enige CEO die stuurt, maar je participeert in een instituut waar ik misschien meer de heart and the soul of the company was. Maar andere professioneel in de operations executeerden en die gingen de M&A kant uit. Heel veel foute elementen gezien. Je kreeg iedere week een banker op bezoek. In het Puttense kwamen ze op Kasteel de Vanenburg. En in de aanbieding zeiden, nou, weer wat aan te bieden. We hebben een heel mooi bedrijf.
fantastisch, kun je nu kopen. Als je 300 miljoen geeft, kun je dat bedrijf nu kopen en dat propelt je gigantisch. Nou, jij bent nu vandaag zijn wij 3 miljard waard. Mm-hmm. Het bedrijf kunt voor 300 miljoen kopen. Ja, Tom, moet eens luisteren. Achter de Javo gaan zitten. Heb het voor 30 voor 10 miljoen zelf gebouwd. Ja, die begrijpt het niet. En die bank zei, nee, is de baan, je doet een standard. Wij zijn nu 3 miljard. We hebben 300 miljoen. En als Nasdaq daar volgende week voor zegt, nou, gefeliciteerd, dat is 3,6 miljard waard, heb je voor niks gekocht. Ja. En nu komt de angel. Niet alleen voor niks gekocht. Nu hebben we een escape voor al die analisten, dat we een restructuring kunnen doen. En al onze vuiltjes die we hebben, kunnen lekker onder het tapijt schuiven. Dus, en allemaal legal. Hm. Dus in het hele M&A-stuk zit een heel stukje van financial engineering. Ik ben meer, ik zou zeggen, een entrepreneur dan een smart investor.